السلام عليكم السلام عليكم ما شاء الله ان شاء الله مهم كاك ماروكو جفليسيتيرت كارون ديريكت سو بيجينا جفليسيتيرت وانت كويت يلي غانت من هات سان مار فوداكا على سيخ بزان هير كاشو ik ben Andy Kisema ويلي كوهوست فان vandaag ik ben hier niet alleen natuurlijk ik ben hier samen met Wassim Habibi yes ik ben hier samen met Brian hij zegt niks Hij is boos. Laat hem. En ik ben hier samen met de enige en echte Tom Saint Fiets. Applaus. Dank u. En nog een applaus voor jezelf, hè, publiek. Let's go. Ja, we hebben de wedstrijd vandaag gezien. 1-0 Marokko. Ik zal eerst bij u beginnen, Tom. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, geweldig resultaat. Misschien niet de beste wedstrijd. Ik denk dat beide ploegen wel elkaar talenten wisten. En Marokko heeft het heel goed gespeeld. Marokko heeft eigenlijk de eerste helft Portugal nooit in de wedstrijd laten komen. Twee kansjes voor Joao Felix, maar die werden overgeschoten. En Marokko creëerde de eerste helft de beste mogelijkheden en scoorde natuurlijk. En vanaf dat moment wist ik eigenlijk dat Portugal niet meer terugkwam. En buiten één schotje, denk ik, van Ronaldo de laatste minuten, heeft Portugal wel heel veel balbezit gehad. Ik heb net even gecheckt. Ik geloof dat ze 73% balbezit gehad hebben tegen 27 over Marokko. Maar Marokko heeft het heel goed gespeeld en nog heel veel goede counters gekregen. Dus verdiende overwinning voor een tactisch sterk, maar ook individueel sterk Marokko. Ja, je spreekt over individueel sterk. Vandaag heb ik vaak gezien eigenlijk dat ze uit de druk aan het voetballen waren. Dat we daar zijn ze heel goed in, hè? In vorige wedstrijden niet hebben gezien. Is dat eigenlijk puur omdat we vaak zeggen, Marokkanen hebben heel veel individueel talent qua dribbelen, tik-takken, alles erop en eraan. Hebben ze het, of heeft de coach nu zoiets gevonden van, ja, ik ga dat proberen te combineren met het tactische? Ja, ik denk eerst vooral dat de coach eerst het defensieve gedrild heeft van, jongens, als we iets willen bereiken, dan zullen we een goede organisatie nodig hebben. En daar geloven ze in, want als de resultaten komen, dan heeft de coach gelijk en dan doe je dat. Maar nu komt het vertrouwen ook. Nu voelen ze ook van hey, in balbezit kunnen we iets doen. En ik denk dat Amrabat een geweldig belangrijke rol speelt. Eerst en vooral in het balveroveren, maar dan ook in de omschakeling. Goede eerste paas, goede eerste actie doet. En je hebt snelheid, je hebt mensen met vertrouwen aan de bal. En dat vertrouwen gaat alleen maar groeien. Dat gaat in de halve finale nog groter zijn. Ja, ja. Zij hebben niks te verliezen. Spanje, Portugal en Frankrijk of Engeland kunnen alles verliezen tegen Marokko. En zij kunnen zonder stress spelen. En dat komt hun goed uit. En ze hebben die kwaliteit, dat hebben ze op clubniveau bewezen. En nu laten ze het voor de eerste keer echt op topniveau zien. En dat is geweldig. Absoluut, absoluut. Ja, ik moet het Marokko echt geven. Dit is echt wel een winst. Een verdiende zege voor Afrika, moet ik zeggen. Het is de eerste keer dat een Afrikaanse ploeg. Historisch. Het voelde ook gewoon heel, heel goed aan. Ik had niet het gevoel in de wedstrijd, om eerlijk te zijn, dat Marokko er echt onder lag. Marokko heeft, zoals dat Tom ook zegt, ze hebben heel veel individuele kwaliteiten. Maar ik ben ook wel heel erg teleurgesteld in Portugal, man. Omdat ik dacht dat zij echt veel meer konden brengen dan wat dat ze hebben getoond. Want ja, qua papier, Portugal, ze hebben Gonzalo Ramos. Broer, fuck al die City-spelers, man. Oh, Bernardo Silva, João Cancelo. Broer, fuck al die City-spelers, man. Broer, ze zijn hype bij City, maar bij Portugal doen ze niks, man. Nee, hoe komt dat volgens u? Ik ben kotsbeu, man. Dat is jaar na jaar. We hebben hoop, goede spelers. We denken, dit jaar, we gaan misschien beter spelen. Maar dat is die coach, man. Echt waar, ik ben blij dat hij buiten is, man. Met al die dingen daar, broer, dat ik met mijn hoofd heet, man. Wat ging er mis? Alles, broer. Broer, ik ga niet liegen. De eerste 5 minuten, ik was hoopvol. Want ik zie zo, we spelen met Guerrero en dat loopt hoog, breed. Ik denk, oké, ze hebben het begrepen. Je moet het zo breed mogelijk houden, zo hoog mogelijk. Maar als iedereen in het centrum gewoon zegt van, kijk, we gaan gewoon stilstaan. Niemand gaat diep lopen. Niemand komt. Ze komen alleen de bal in de voet vragen, omdat ze weten dat ze eens een veilige pas. Maar niemand gaat diep. Ronaldo, we hebben 1 keer een kans gezien in de diepte. Was met ja, Ronaldo. Ja, ja, dat is waar. De hele wedstrijd, 9 minuten lang, hè. Felix in de bal. Ja. Carlos Ramos in de bal. Bernardo Silva in de bal, Bruno Fernandes in de bal. Broer, dat is toch normaal dat je geen kassa creëren, broer? Iedereen blijft staan. Ik snap het niet. Je kijkt die wedstrijd tegen Spanje en je doet gewoon exact hetzelfde. Je zegt gewoon, we gaan hoog spelen, maar niemand zegt gewoon iets. Gewoon om al die defensie een beetje uit te rekken, gewoon een looplijn maken. Broer, Leo is kapot snel. Maar alsjeblieft, broer, dat kan niet dat je die bal komt halen langs de middenlijn. Dat kan niet, broer. Dat kan niet, man. Ik weet dat jij... Ja,
Weet je wat het ding is? Ze zijn allemaal comfortabel in hun eigen spel. Leao is goed 1-op-1, dus wat ga ik doen? Ik ga die bal laag vragen en dan ga ik dribbelen. Zelfs met Bernardo Silva. Hij is goed in Barca-klas. Wat ga ik doen? Laag vragen. Bruno Fernandes is eigenlijk de enige die vandaag mag zeggen, ik heb gespeeld. Risicopaas, ook al is hij niet altijd aangekomen, maar hij durft het wel. Hij is de enige die een beetje probeerde te bewegen zonder bal. En hij is de enige die bal in de 16 dropte. Moeim. Hij valt 3-4 vrije trap gehad. Ik weet niet, bro, hij is professioneel voetballer. En dat kan niet dat je in de muur trapt. Maar voor de rest, hij is de enige die beweegt. Hè. De rest is gewoon statisch. Ik ben die shit kotsbeu, man. Ik ben dat kotsbeu, man. Altijd elk jaar hetzelfde. En dan moet je kijken naar Marokko, broer. Ja, blok is goed, maar ze hebben niks gebracht. Maar eerlijk zijn, bro. Maar broer, gewoon vandaag gaan we niet liegen. Eerlijk, kan je sparen. Sparen, broer. Oh, hoe ga je mij sparen, broer? Nee, we gaan eerlijk zijn. We gaan eerlijk zijn. Ik ga eerlijk maar zijn. Behoor, ik geef. Nee. Oh, niet we. Zij begonnen. Nee, het ding is. Ik geef props aan Marokko. Jullie hebben gewerkt op jullie wapens. En ik begrijp niet, als Portugal zijnde. Eerste keer vrije trap. En de Syrië is vrij. Hij kopt erover. Tweede keer. Corner, de Syrië is vrij, hij kopt ernaast. Dan, je zou toch nadenken van misschien, dat is een vraagteken, ik weet het niet. Hè. Misschien moet je hem dekken en dan kan hij niet koppen. Wat doen wij? Derde fase, Ruben Dias, fuck hem ook, Manchester City, ook Lusso. Voorzet komt, deja keeper komt uit, ik weet niet wat hij doet. Ik kan eerlijk zijn, ik was Rui Patricio aan het bashen de laatste jaren, maar je hebt niet veel beter, dan kan eerlijk zijn. Dus dan, hij komt uit, niemand gaat in duel en hij komt vrij. Natuurlijk gaat hij prikken. En daarna is het makkelijk voor Marokko. Hè. Je hebt het blok, wie gaat er scoren tegen Marokko? Niemand. Niemand. Omdat niemand moet lopen. Iedereen moet... Ah, putain, fou. Wauw, bro. Ik haat deze sport, man. Nee, echt waar, man. Maar dit soort dingen maakt mijn hoofd echt heet, man. Nee, maar dat is basisdinges. Ja, dat is pijn, man. Nee, maar dat is basisdinges. Kijk, als je verliest en je hebt 1000 kansen gehad en je mist, ga zeggen oké. Maar niet zo... Portugal heeft toch kansen gehad? Nee, broer. Welke kans, bro? Schot van de 16 is voor mij niet echt een kans, broer. Dat is gewoon gokken en je hebt getrapt, bro. Dat is geen kans, man. Loop in die ruimtes, man. Ik ben dat kotsbeu. En dat is omdat wij jarenlang in die 4-2-3-1 systeem willen gaan spelen. We willen defensief gaan spelen met 2-6. We willen jarenlang. En pas dit toernooi zegt hij, we gaan misschien eens progressief spelen. Natuurlijk zijn die weet je nog niet wat die moeten doen. Omdat jij 6 jaar lang aan het werken bent aan een defensief blok dat ook niet goed staat. Want defensief zijn we slecht, we gaan eerlijk zijn. Omschakeling zijn we te traag. Defensief zijn we niet goed. Broer, wij denken Pepe ga eens bijbrengen. Broer, het feit dat je moet rekenen op een 40-jarige Pepe. Maar respect Pepe, jij bent mijn guy. Ik ga je niet bashen, broer. Maar dat kan niet zijn dat wij als Portugal en wij willen WK winnen, moeten wij rekenen op een 40-jarige man. Hey, broer. We hebben jarenlang met Bruno Alves gespeeld, man. Nee, man. Die dingen maken mijn hoofd heet, man. Ik vind dat er te veel nu wordt gefocust op de... Niet kwaliteit van Portugal, of toch de kwaliteit dat ze niet hebben gebracht. Maar ik vind dat we ons meer moeten focussen op hoe dat Marokko er eigenlijk voor heeft gezorgd dat misschien die looplijnen er niet in kwamen. Ze stonden zodanig georganiseerd dat die looplijnen... Oké, we zagen één keer Ronaldo, maar een looplijn beslist een defensieve ploeg niet, hè. Een looplijn beslist de avant de ploeg. Als zij zeggen, ik loop niet, ze lopen niet. Als er weinig ruimte achter de verdediging is... Maar dat moet je creëren. Ik ga wel akkoord dat er heel weinig beweging was vooraan. Portugal stond heel statisch en er was heel weinig beweging in de bal. Het probleem is natuurlijk dat Portugal, net zoals Marokko, beide verdedigende ploegen zijn. En dus door het doelpunt van Marokko werd Portugal gedwongen om nu het initiatief te nemen. Dat konden ze gewoon niet. Ze hebben beide 3 schoten op doel gehad, volgens de statistieken. Ik herinner niet echt de schoten van Portugal. Ja. Maar in ieder geval, ze konden die ruimtes niet creëren. Te weinig loopbeweging, ook fysiek te weinig sterkte. En alle andere jongens die inkwamen, alleen Joao Felix in de eerste helft, vond een wel paar sterk, keer ja. geprobeerd. Felix eerste shit, helft, man. Eerste vond helft, wel, tweede helft echt niet. Met goede intenties. Maar de tweede helft, ja, de rest heeft eigenlijk heel weinig gebracht. Het ding is, ik ben aan het nadenken. Ronaldo ook niks gebracht. Nee, Ramos ook niks gebracht. Weet je wat mij irriteert? Nee, ik ga dit niet doen. Bruno ook niks gebracht. Niemand gebracht. Nee, Bruno was de enige. Ik zeg je echt, ik heb een plaatje, ik kan tekenen. Bruno is de enige die vandaag een beetje dit heeft gespeeld. En het ding is met Marokko, is zoals je zegt, Tom, en ik ga akkoord, maar ik zeg ook altijd jullie. Als Portugal spel moet maken, het is een beetje mzie. Als we counter spelen, ja, is waar. Dan bij meer kwaliteiten. Maar wij balbezit, ik zeg al jarenlang, wij moeten gewoon accepteren, zoals andere landen, wij zijn voetballend niet zo top. We hebben leuke speels, maar we zijn voetballend niet zo top. Ja. Zorg gewoon, zoals met andere landen, zorg gewoon. Want het ding is, met spelbeeld zag je eigenlijk van Marokko gaat deze wedstrijd makkelijk winnen. Want zij zijn defensief gewoon comfortabel, bro. En ze hebben lengte van achter. Ze hebben op geen enkel moment waar ze aan het flashen van, wauw, we hebben te veel druk. Ik denk dat
Dat is maar één moment denk ik, dat we iets 5 minuten aan het drukken waren. Dat je even voelde van, maar dan komen die voorzetten niet aan. Ja. Dan wil die Betis doen op vrije trappen. Ze willen hier speciaal doen, broer. Ze denken, ze denken omdat Holland heeft gescoord met een korte pas. Ah, oké, iedereen gaat dat eens proberen. Nee, man. Dat is altijd met zo'n ding is met Portugal. Maar ze moeten daarmee stoppen. Toch wel een merkwaardig punt over Marokko. Begin van de wedstrijd zag ik dat Mazraoui er niet was en Aguert. Minder in de wedstrijd, Saïs valt ook uit. Ja. Dus eigenlijk speelt je met 3 nieuwe verdedigers. Ja, Mieke en Dari, ja. En toch spelen ze alsof ze er al jaren aan. Dat ligt ook aan het systeem. Ja. Ik bedoel, het is heel duidelijk wat de trainer wil. Iedereen weet exact wat te doen, in welke situatie, welke taak. Jij komt in die positie, zoneverdediging, sterk blok met 4 op een rij, later was het 5 op een rij. En dat is heel hard erin gedrild. En het maakt niet uit welk pionnetje er staat, welke naam er is. En ze knokken natuurlijk allemaal, elke hoge bal werd gewonnen omdat ze kobbelstreks. Ja, en ze hebben een keeper die met zo'n grote smile die uitstraling heeft van vertrouwen. En die doet het ook gewoon heel geweldig. Absoluut. Ik denk als je zo iemand achter jou hebt staan, dat je ook al vertrouwen krijgt. Je zegt dus ook vaak, keepers maken je kampioen meestal. Dat zijn, alleen als je een goede keeper hebt en een goede verdediging. Dit WK is heel anders dan de andere WK's. Ik ben een Catenaccio-fan. Als je mijn Afrika-cup gezien hebt, dan zie je... dan spelen wij Gambia. Exact zoals als Marokko. Of zij het zoals ons. Maar dit WK zijn er al bijna meer dan 30 wedstrijden dat de ploeg met minder balbezit gewonnen heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan Japan, die met 18% won tegen Spanje. En zo zijn er nog een aantal Marokko wedstrijden. Tegen België, Marokko denk ik. Tegen België, ook iets van een 23% of zo. En het bewijst dat het gaat niet over het balbezit, wat Portugal dus heeft, zonder gevaarlijk te zijn. Het gaat hem over wat doe je als je de bal hebt. En die snelle omschakeling, die beweging, want Marokko was tweede helft ook nog gevaarlijk met die snelle omschakeling. Dat is zo belangrijk in het huidige voetbal. Want iedereen kan voetballen, iedereen kan verdedigen. Maar in die transitie, in die omschakeling, waar de tegenpartijen niet op de plaats staan in de verdediging, dat is het moment dat je ze kunt bijdoen. En dat heeft Marokko eigenlijk in elke wedstrijd al gedaan. Het feit is ook gewoon, Marokko, wanneer zij counteren, je ziet, ze gaan counteren met 5 man, ze gooien eens 3 man in de 16. Wanneer dat Portugal countert, is het, we moeten de bal eerst breed spelen, want iedereen moet in positie staan. En dan, soms moet je gewoon profiteren van chaos, Marokko was soms een paar keer uit positie. Ja, ja. Dan moet je snel zijn. En dan willen ze het veel te traag gaan. Maar tegen Zwitserland deed Portugal wel, maar toen hebben zij minder balbezit gehad. Ja. Toen had Zwitserland het initiatief en zij konden counteren. Mm-hmm. Nu was het denk ik ook wel de doodsteek voor Portugal dat Marokko scoorde. Ik denk als het 0-0 blijft, dat Portugal ook misschien iets meer kansjes krijgt om zelf te counteren. Maar na die 1-0 van Marokko moest het initiatief van Portugal komen en dat konden ze niet. Broer, weet je, in voetbal, ik geloof in een principe, counterpress. Dat betekent, als je de bal kwijt bent, je press, broer. Broer, de bal is kwijt, Dalot staat zo. Hij kijkt gewoon, Dalot kijkt. Ronaldo kijkt. Bruno Fernandes kijkt. Dat was zo in fase dat Ronaldo echt. Nee, maar niet één fase. We kunnen die hele wedstrijd breakdown. Ze kijken, broer. Ik zeg, broer, als je 2 keer doet. Ik denk de eerste 5 minuten, we pressen 1 keer goed. Maar dan komt het door. Maar je voelde van, die press was goed. Ah, zeg je daarna, we gaan niet meer pressen. Ik word zot als coach, hoor. Ah, bro, fuck voetbal, man. Nee, dit is geen leuke... Dit is niet leuk. Dit is niet leuk. Puur omdat je dat gewoon voor zegt... Jou. Nee, maar je zegt dat aankomen. Ah, niet zeggen voor jou. Je was ook Portugal. Nee, niet hypocriet doen. Niet hypocriet doen. Wat dat was, alleen maar kom doen. Nee, hij is hypocriet. Hij is hypocriet. Hij is hypocriet. Hij is hypocriet. We hebben de beelden. Hij was hier... hij was die Vamos Portugal aan het roepen en zo. Waar ze naar kinders gooien en zo. Ja, maar niet hypocriet doen nu, hè. Ah, ik pak die L met mijn chest. Gaat die met mij meepakken. We hebben die met 2 gepakt vandaag. Nee. We gaan dat niet zo doen, man. Walid Regraoui, denk ik. Regragi. Broer, déjà, mijn naam is Brian met een I, niet met een Y. Leer eerst lezen en spellen, alsjeblieft. Dank je wel. Nee, maar misschien nog een vraag van... Ja, Portugal nu halve finale. Marokko nu halve finale. Hoe breekt je zo'n Marokko eigenlijk? Ik denk heel moeilijk. Ik denk, persoonlijk, als we spreken over de tegenstander, het gaat ofwel Engeland zijn, ofwel Frankrijk. Oké, heel veel kwaliteit, maar ik denk opnieuw... Als de kwaliteit nu echt niet meer uitmaakt. Ik denk het wel. Kwaliteit op papier, sorry dat ik even maar ik denk kwaliteit op papier is er. Zelf meer bij Frankrijk, denk ik. Maar ik denk opnieuw, Marokko gaat dat zodanig op slot zetten. En ik schat zelfs op qua spel en qua wat ik heb gezien op dit WK, Portugal eigenlijk hoger in dan een Frankrijk of een Engeland. Maar dat is mijn mening. Wat ik heb gezien op dit WK, hè. Kijk,
elk land dat nu tegen Marokko speelt, je moet niet... Want weet wat veel landen de fout maken is? We willen te laat gaan spelen met twee spitsen, we willen te laat druk gaan zitten. Je weet al, hoogwaarschijnlijk ga je de bal gewoon hebben. Speel meteen met twee spitsen en zorg gewoon dat die steeds met twee gaan bewegen. Want speel toch viermans. Zit gewoon man op man. En zorg gewoon dat je de hele tijd blijft bewegen, dat zij eigenlijk moeten gaan zien wie ga ik volgen of niet. En dan moet je gewoon zien wat Frankrijk perfect heeft. Ze hebben een targetspits, zit er iemand daarnaast die ik een beetje kan bewegen. Griezmann is perfect eigenlijk. En op 1-op-1 heb je Dembélé en Mbappé die normaal gezien elke maand kan uitschakelen. Ja? En dan moet je gewoon zien dat je, ja, dat je kansen gaat afmaken, want je gaat er niet veel krijgen. Maar ik denk dat dat gewoon het ding is, de bewegelijkheid in het middenveld. Ik hoop dat Frankrijk dat wel brengt. Ik hoop dat Engeland dat wel brengt. Omdat Portugal vandaag, Spanje ook hetzelfde. Ze hebben twee keer dezelfde fout gemaakt. Is niemand is bewegelijk. Ik denk het startpunt voor, voor Portugal en Spanje was perfect. Hoge backs, breed houden, perfect, dat vind ik niet erg. Maar dan is in het centrum moet er beweging komen. Je kan niet allemaal naar de flank toe bewegen omdat je in veilige ruimtes de balverlies moet gaan leiden of iets moet gaan doen. Nee, je moet durven in die half spaces. En ook zo vandaag, het probleem met Portugal was, je hebt Pepe en Ruben Dias. En dan Ruben Neves eerste helft, maar dat was ook schandalig. Normaal gezien verwacht je van Ruben Dias of Ruben Neves van oké, jullie gaan de lijn om te breken. Maar ze durven dat niet, bro. Het ding is, ja, je gaat een paar keer balverlies zijn, maar je moet die risico nemen, want anders ga je toch niet door Marokko spelen. En vaak zie je spelers in die halfspace staan en jij zegt gewoon nee, want ik ben een pussy, ik heb geen bal aan mijn lijf, ik ga balzijwaarts spelen. En dat is mijn probleem vandaag. Hè. Ruben Neves heeft me vandaag echt geïrriteerd. Hè. Want bij Premier League en zo, bij Wolves en zo, dat kunnen ze allemaal wel doen. Ruben Dias ook, dan kunnen ze allemaal lijnen breken en zo. Maar dan als het tijd is om te doen tegen een echt goed blok, dan gaat het eerst niet. Nee, hebben ze Marokko niet onderschat? Ja, nu kun je niet meer onderschatten. Nee, ik bedoel, voordat ze starten aan de... Ja, ik denk het wel. Niemand had dat verwacht. Maar Marokko heeft natuurlijk nog nooit tegen een ploeg met targetspits gespeeld. Zowel België heeft niet echt een targetspit. Kroatië heeft het ook niet. Canada, ja, niet echt. Ja. Spanje heeft het niet. Klopt. Portugal heeft het niet. Dus misschien kan dat wel. Dat je ballen kunt droppen. Ja. Een spits die balvast is, die sterk, fysiek sterk is. Maar ja, heeft Frankrijk, Giroud, kan die dat? Is die sterk genoeg? Target geweest, weet ik eigenlijk ook niet. Dus dat kan wel het voordeel zijn van Marokko. Want je zegt wel van, ja, bewegen, zeker. Maar als die ruimtes heel compact zijn, als die afstanden heel compact blijven, dan wordt het nog moeilijk. Dan beweeg je heel vaak uit die ruimte. Zoals je zegt, zak je oftewel te diep terug of naar de flanken om de zekerheid te hebben. Omdat niemand eigenlijk die bal tijd krijgt om die aan te pakken. En als je hem aanpakt, is er Amrabat om hem weer af te pakken. Maar het ding is met de eerste helft bijvoorbeeld... Dan zeg je vaak van de bal was bij Pepe en ze gooien een lange bal over de linie. En ook al komen die een paar keer niet aan, ze zijn gestopt met dat te gaan doen, maar telkens dat je dat doet, schuif je wel die linie van Marokko naar achter. En dat vond ik niet erg, maar dan gaan we te veel nadenken, we willen dan iets te gemetriseerd zijn, we willen iets te veel gaan combineren, terwijl je gewoon denkt van oké, het eerste plan, lange bal, dat werkt redelijk, er was ook heel veel crosspasses, en in de tweede helft gebeurt dat gewoon niet. En dat begrijp ik niet, dat gebeurt niet. En dan moet je je afvragen aan een coach... Ja, maar welke richtlijnen geef je dan tijdens die halftime? Want je zit 1-0 achter. Oké, dat is geen ramp. Dat kan gebeuren. Het is WK, iedereen kan scoren. Dat je 1-0 achter staat, is geen ramp. Maar dat je dan geen plan kan weerleggen. Of je wacht. Ja. Of je wacht met wissels te gaan maken. Of je wacht met layout te gaan gooien. Of je wacht met iets te gaan veranderen. Bro. Ja, dan is het normaal. Je hebt twee helften gewoon hetzelfde gespeeld. Te lang gewacht. Twee helften hetzelfde. En dan op het moment waar je eigenlijk gewoon anti-voetbal moet spelen, lange ballen de hele tijd. Nee, dan wil je nog meer gaan combineren. Dat begrijp ik ook niet, man. Maar het ding is, en dat is normaal. Je gooit lange bal op Ronaldo, maar speelt Ronaldo, maar gaat niet duel. Hij gaat niet duel. Altijd uit. Dus elke lange bal was gewoon voor Marokko. Was easy, hè. Was echt easy. Dit was echt gewoon schoolbook easy defending. Als Mourinho zegt, wij zijn defensief comfortabel, dat is dit. Dit. Ik heb 10%, maar dat maakt niet uit. We kunnen deze match 3 uur lang spelen, we gaan niet scoren. En dat is het probleem van Portugal. Ik heb persoonlijk 12 november op de Marokkaanse tv gezegd, en trouwens in Knak, 2 weken geleden in Knak, voordat België er moest zitten, dit Marokko, als ze niet spelen... Zoals in het verleden aanvallend, maar goed georganiseerd voetbal, kunnen ze tot kwartfinale halen. Heb ik op 12 november gezegd. Sta ook in Knak. Ik lees het zelf nooit, maar die heb ik wel gekocht. maar omdat de kwaliteiten zijn er. En dat is de enige mogelijkheid. Als zij gaan aanvallen, geven de tegenpartij ook ruimte. En dan kunnen ze het benutten. Dus ik zie zelfs Frankrijk en Engeland. Ja. En later Kroatië waarschijnlijk of Argentinië. Nog problemen. We kunnen wel eens echt historisch zien. Ja, oké, maar Kroatië zou ook problemen hebben met Marokko. De eerste wedstrijd was ook 0-0, denk ik. Ja oké, maar dat is dan misschien eerste, nog. Ja. Maar ik zie Marokko kan nog 2 wedstrijden winnen. Ik heb een vraag voor jullie 3 eigenlijk. Dat is iets dat ik echt net op Twitter ook heb heel veel op Twitter heb zien passeren. En de vraag is,
Speelt Marokko anti-voetbal? Ik vind van niet. Ik vind ook van niet. Ik vind ze geweldig voetbal spelen. Een goede 0-0 is mooier dan... Maar echt een schurk, weet je dat? Nee, maar, maar ik bedoel, we spelen niet op een straat, op een pleintje. Als ik met jullie op straat ga spelen of hier op straat ga spelen, dan spelen we om te winnen. Ja, en dan 7-3 verliezen, dat maakt niet uit. Mm. Maar op het moment dat je professioneel voetbal speelt, zowel op clubniveau als op nationaal ploegniveau, is het enige wat telt. Ik heb mijn spelers altijd gezegd, want in Gambia roepen al mensen 4,5 jaar dat ik ontslagen moet worden. Ik ben nog maar 4,5 jaar trainer, maar al 4,5 jaar willen ze mij ontslaan. Maar ik heb de beste resultaten ooit, puur gewoon omdat wij zo anti-voetbal spelen. Ja. Maar dat is ook voetbal, dat is intelligent dat voetbal. Is, ja, en je kunt, ik heb mijn spelers toen gezegd van, wat wil je, 90 minuten plezier hebben of na de wedstrijd plezier hebben? En nee, dan kies je toch wel na de wedstrijd. Ja, ja. En Marokko zorgt ervoor, en ze spelen niet anti-voetbal, want in balbezit doen ze het gewoon heel goed en creëren ze kansen en ze winnen. Ze spelen gewoon intelligent voetbal. En als ze meedoen, zoals alle andere trainers, want de meerderheid van onze trainers, ook in de Belgische competitie, zijn trainers die even goed in derde provinciale trainer kunnen zijn, die gewoon zeggen, we spelen 4-3-3, allemaal kopietjes, proberen allemaal Guardiola en zeggen tegen de voorzitter, we willen tikka-taka spelen. En zegt die voorzitter, oh, we hebben een goede trainer. En dan werkt het gewoon wel. Maar zonder tactisch concept om een team dat normaal niet kan winnen. Want winnen met Real Madrid of Manchester City winnen, dat kan iedereen. Dat kan jij zelfs, Brian, die laten winnen. Maar, ook met Gambia, hè? Ja, ook. Maar een ploeg laten winnen en presteren op het hoogste niveau wat niemand verwacht, dan moet je tactisch zo spelen zoals zij doen. En alle eer en respect voor Regraoui, die dat gewoon heel goed doet. Mijn grootste vraag is dan wel, nu, het is nog niet gebeurd, die toernooi, maar stel, zij komen dan wel 1-0 achter. Dat is mijn grootste vraag. Dan hebben zij die kwaliteiten, die aanvallende kwaliteiten, om dan zelf die doelpunten te gaan zoeken en nog steeds defensief stabiel te gaan zijn. Maar dat is wat het enige ding is, van wat Marco perfect doet, is van, zij komen meestal altijd voor en zetten die wedstrijd af. En dat is top. Dus dan weet je al van, als we 1-0 staan, dat is ons plan, dat zit in hun automatisme, dat is perfect. Alleen het ding is wel, andere kant, kom je 1-0 achter, stel die bal valt erin. Zou je een penalty tegen? Ja, ik denk dat ze wel kwaliteit. Ze hebben wel goede voetballers. Ja, hebben goede voetballers. Ik bedoel, eerst en vooral, verdedigend kunnen ze zo rekenen op een Hakimi die een van beste verdedigers is die op dit toernooi. Ja. Een keeper die geweldig is. Dus ze kunnen eigenlijk risico's nemen als ze moeten gaan drukken en toch nog verdedigend goed afgesloten zijn. En vooraan hebben ze ook wel spelers, vooral Ziyech, die ook wel denk ik heel gedreven is om iets te laten zien. Ten opzichte van Chelsea, ten opzichte van Ali Hodžić. Boufal, die we eigenlijk weinig kennen vanuit Europa, maar op dit toernooi altijd gevaarlijk is. En de spits aan Enesiri, die ook er altijd tussen zit. Dus natuurlijk, als ze zelf het spel moeten maken, denk ik dat ze technisch toch nog wel kwaliteiten genoeg hebben om druk te maken en om kansen te... Omdat ze ook nooit tegen hunzelf gaan spelen. Hè, Engeland of Frankrijk gaan nooit verdedigen zoals Marokko verdedigt. Mm. Als ze misschien tegen zichzelf zouden moeten spelen, dat ze wel problemen krijgen. Maar omdat ze altijd tegen een ploeg spelen... Dat normaal gezien dominanter gaan moeten zijn. Frankrijk gaat altijd arrogant genoeg zijn om te denken van, we kunnen wel winnen. Of Engeland gaat dat ook hebben. Ja, absoluut. Dus daar ligt toch wel een voordeel. Ja. Zelfs als ze achterkomen, zie ik nog altijd dat ze de kwaliteit hebben om terug te komen. Ja. En ik denk, een perfect voorbeeld is wel geen 1-0 achterkomen, maar bijvoorbeeld België. Toen hebben ze in de helft eigenlijk beseft van, eigenlijk kunnen wij het spel gaan maken, want België is eigenlijk niet zo sterk. En ik vind dat wel een perfect voorbeeld, dat Marokko zoveel kwaliteit heeft in hun spel, dat ze wel het spel gewoon kunnen maken. Met heel veel goede spelers. Dus ik denk wel... Wat valt te zien? Frankrijk, Engeland. Ja, België denk ik niet dat echt een goed voorbeeld was. Nee, maar ik bedoel dat België was. Nee, ze hebben goede voetballers. Ja, ze kunnen technisch heel goed voetballen. En ze hebben altijd een slot op de deur natuurlijk. Ja, absoluut. Okay. We gaan eventjes vooruitblikken naar de wedstrijd die straks aan de gang gaat gaan. Engeland-Frankrijk. Eerst Wassim. Wat denk jij er aan? Nee, bij mij beginnen. Waarom met jou? Je moet bij mij beginnen. Waarom? Vertrouw maar gewoon alsjeblieft, je moet bij mij beginnen. Oké, ik moet bij Brian beginnen. En dat zijn tweede land Engeland. Nee, dat is niet daarom. Zeg het eens. Als jullie de show kijken, waarom? Wat is je vraag? Tussen de twee, wie gaat er winnen? Ik denk Engeland 2-1. Waarom? Oprecht. Nee, gewoon, ik denk dat we Engeland met 2-1 gaan winnen. Ik denk dat Frankrijk heel veel kwaliteiten heeft. Alleen, ik heb het ook gezegd in de previews, als Engeland switcht naar een driemans defensie, dan verliezen zij sowieso die wedstrijd tegen Frankrijk. Als zij blijven in die viermans en hoe ze spelen, zie ik ze wel voldoende kwaliteit hebben om die wedstrijd te gaan winnen. Omdat je normaal gezien vanuit gaat moeten gaan, zoals ik denk ook wat Tom zei, van Frankrijk is normaal gezien wel arrogant genoeg om te gaan zeggen van wij gaan die bal hebben. En wat ik zie bij Frankrijk is
met Theo Hernandez op de linksback, met een Mbappé op de linkse flank, zijn dat twee heel aanvallende spelers die defensief niet zoveel terug doen. En dan hoop ik gewoon dat Southgate daar slim genoeg is om een Foden daar te gaan zetten. Of misschien als Sterling dan al terug is, dan kunnen we daar al terug is gekomen vanuit Engeland. Maar dan moet je langs iemand van op rechts zetten die gewoon snelheid heeft en die ruimtes die Theo Hernandez sowieso gaat weggeven, moet je daaraan benutten. Dus daarmee denk ik van, of zelf als ze met Bellingham op rechts spelen, want die heeft ook heel veel infiltraties, je moet gewoon die linkse flank van Frankrijk uitbuiten, want zij spelen eigenlijk, als je kijkt naar hoe dat Frankrijk speelt, ook toen met Matuidi in 2016, Rabiot heeft ongeveer dezelfde rol, hè, die linkse flank gaan afdekken. Koundé is niet een aanvallende bek, is meer een centrale verdediger. Dus zij weten van onze zwakte is links, dus ze hebben eigenlijk alles al naar links een beetje opgeschoven om het daar vast te gaan zetten. En die ruimtes moet je gewoon gaan benutten, man. Zij... En dan hebben zij ook gewoon, denk ik, in een Rashford 1-op-1 is ook gewoon gevaarlijk, man. Het wat je zegt laat mij zo denken aan een scenario van de match van gisteren van Kroatië-Brazilië. Ja. Ik ook vaak dat Vinicius heel hoog uitkomt. Ja, heel hoog, omdat je weet van... En... Ja, want je hebt Danilo die naar binnen komt. Die kwam niet terug. Ja, ik weet het. Maar dat is daarom, omdat je dan Danilo hebt die in die ruimtes gaat moeten afdekken. Dus gewoon het beste voor Engeland is, blijf gewoon bij je systeem. En zet je speels met meer diepgang op de kant van Mbappé en Theo Hernandez. Okay. Wat denk jij, Wassim? Ik vind het een heel moeilijk in te schatten wedstrijd, man. Ik vind het echt een heel... Maar ik bedoel, beide ploegen hebben al heel goede dingen laten zien. Beide ploegen hebben eigenlijk ook een heel sterk middenveld, vind ik, met Bellingham langs de ene kant en langs de andere kant Tchouaméni en Rabiot. Ik denk dat daar het verschil gaat gemaakt worden, want beide ploegen hebben een heel sterke voorhoede. Allebei ook een targetspits, terwijl dat Harry Kane eigenlijk niet zo echt een targetspits is, maar het is wel een heel goede speler die daar rondloopt. Ik gok eigenlijk... Ik volg Brian wel, denk ik. Als ik uiteindelijk wel een keuze moet maken, gaat Engeland ook door, denk ik. Ja, Tom? Ik weet het niet. Ik vind het ook verschrikkelijk moeilijk. Ik vind het twee heel goede elftallen die allebei verdienen in de halve finale te staan. Hoe kijk jij naar Gareth Southgate? Ik ben nooit geen fan geweest van Engels voetbal. Ik heb als kind opgegroeid geweest dat Engeland altijd wereldkampioen ging worden. Iedereen dacht altijd van 1966. En eigenlijk, ik ben mijn eerste WK dat ik herinner is van 82. Ik zie er ouder uit, maar ik ben geboren in 73. Dus dat is zo mijn eerste herinnering. En ik heb zo echt altijd een bepaalde dégoût gehad van het Engelse voetbal. Okay. Maar sinds hij er is, vorig WK... Europees kampioenschap. Ja, hij heeft wel iets veranderd. Hij heeft ook andere type spelers er durven inbrengen. Heel wat jonge jongens. Mensen met snelheid, met veel beweging. Niet afhankelijk van één persoon. Dus is enorm veel. Dus ik vind hem, ik vind hem gewoon een goede trainer. Hij doet het heel goed. En meestal enkel die prijs met Engeland. Maar ik ben niet echt een Engeland fan. Ik kan ook niet zeggen dat ik een Frankrijk fan ben, maar die hebben natuurlijk het al wel bewezen. Die zijn al wereldkampioen geworden. Ik ga leun toch nog iets dichter bij Frankrijk dan bij Engeland. Ja. En wie denk je dat het cruciaal gaat zijn in die wedstrijd? Wie? Wie gaat het cruciaal zijn in die wedstrijd? Dat gaat Mbappé weer worden. Eén flits van hem en het gaat 1-0 worden. Ja. Ik had gezegd aan Rabiot vooral in de preview, denk ik, toen ik mee aan het praten was. Ik had gezegd aan Rabiot omdat hij gewoon ook knap werk moet doen voor de plaatsen van... Bro, kan je alsjeblieft stil zijn, bro. omdat hij op ruim week ook moet gaan doen langs de linkerflank. Dus ik denk dat hij wel cruciaal gaat zijn. En hij is ook wel aanvallend een paar keer interessant geweest voor Frankrijk. Dus uiteindelijk is dat wel, denk ik... Een heel goede middenvelder. En met zijn body ook. Hè. Hij is een sterke voetballer en geweldige mentaliteit. En hij heeft misschien niet die wat Frans mannen hebben, eigenlijk dat allemaal op zichzelf gefocust. Hij is een teamspeler. Ja. Dus, maar ik denk dat Mbappé die ene actie gaat maken en daar het verschil mee maakt. Ja, dat zou interessant wel zijn. Ik denk Mbappé Walker dat het duel gaat worden in de wedstrijd. Gaat Trippier niet spelen? Ik denk Walker, man. Puur gewoon voor die recovery snelheid. Hè? Walker is snel. Ja, Mbappé is snel. Maar. Vraag mij gewoon af het middenveld van Engeland wat dat gaat zijn. Ah, hetzelfde, hè. Basmati Rice, Bellingham en... Henderson? En Hendo, ja. Ja? Ja. Ja, als dat is, dan gaat dat een leuke wedstrijd. Maar het ding is ook gewoon, zoals met heel veel wedstrijden, je moet niet meteen gaan starten met je middenveld dat we zo gaan maken. Uiteindelijk ga je een middenveld hebben dat denk ik gewoon de gaten kan dichtlopen met Henderson en Rice. En als het dan moet, kan je inderdaad wel Mason Mount opgooien of een Grealish en al die dingen. Maar je hoeft niet meteen te gaan starten met die guys. Ja. Want als je alles gooit, eerste kwartier en het lukt niet, dan gaat een lange wedstrijd worden. Ja. Dus ik denk dat je wel, Henderson, hij is een beetje zo betrouwbaar in dat middenveld, man. Ik had nog een vraagje aan Tom, want ik heb het een beetje nog voorbereid voor vandaag. Omdat we niet vaak bondscoaches hebben in de show, heb ik ook een vraag stellen. Twee vragen.
Hoe moeilijk is het om als bondscoach een stel te gaan implementeren? Omdat je eigenlijk heel weinig tijd hebt. En ja, vaak is er een verschil in selecties. Ik denk dat bij Gambia iets makkelijker is, omdat je niet te veel verschillende keuzes zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld tegenover dan in Engeland. En hoe selecteer je door? Ik had een stukje gehoord, maar ik heb dus opzettelijk niet geluisterd zodat ik deze vraag opnieuw kan stellen. En hoe selecteer je dan door? Is het dan puur op speelstijl of puur op niveau? Eerst en vooral, ja, je hebt vaak gewoon 3 dagen. Hè. Ik ben aangesteld in 18 juli 2018. En in september had ik mijn eerste wedstrijd. En dan komen de jongens op maandag vliegen ze in. En op donderdag is die wedstrijd. En dan train je eigenlijk dinsdag en woensdag. En that's it. Dus je hebt 2-3 dagen tijd om alles uit te leggen aan spelers. Natuurlijk, hoe langer de trainer wordt, hoe makkelijker het wordt. En ik denk dat als bondscoach moet je eerst en vooral, als je instapt, iedereen al kennen. Moet je alle kwaliteiten. Ik ben iemand die ook de historie van een land wil weten. Niet alleen de voetbalhistorie, maar ook de cultuur. Mm-hmm. Waarom was België altijd zo goed als countervoetbal? Ja, wij zijn nooit een aanvallend land geweest. We hebben nooit landen veroverd, zoals Nederland die naar Indonesië gingen en weet ik veel wat. Cultuur van een land kan spelen op de cultuur van de voetbal. Dus ik studeer alles van een land voor ik ergens instap, ook elke speler. Mm-hmm. En natuurlijk weet ik al, als ik ergens binnenstap, van wat zijn de voorgaande wedstrijden, waar liep het fout? En welke spelers denk ik dat in een bepaald systeem wat suitable is voor het team, wat geschikt is voor een team tegen een bepaalde tegenstander kunnen doen. En dan is het heel belangrijk om heel simpel te werken. We praten over Marokko, die 2-3 nieuwe spelers moeten inpassen. Ja, de simpelheid maakt het sterk. Mm-hmm. Duidelijk uitleggen van totaal concept, dat is ons systeem, dat verwachten we, dat is het idee van voetballen. Dat verwachten we als we balverlies hebben. Dat verwachten we als we balbezit hebben. Heel simpel, heel basic. Dat verwachten we van elke linie. Wat doen we? Mm-hmm. Wat doen de linies ten opzichte van elkaar? En dat verwachten we van elke positie. En dat ga je in groep uitleggen. Dat ga je splitsen afhankelijk van linies, afhankelijk van posities. Dat ga je heel snel implementeren in een trainingsvorm. En dan op het veld. Dus je hebt heel weinig tijd. Hoe langer je bondscoach bent, ik ben nu 4,5 jaar. Ja, ik ken alle spelers. De spelers weten exact wat ze van mij verwachten. Dat geldt voor Deschamps, dat geldt voor Southgate. Regraoui heeft al enkel maar 2 maanden tijd gehad. En in die 2 maanden eigenlijk maar 10 dagen en nog eens een week. Om alles eigenlijk erin gedrild te krijgen. Maar dan maak je duidelijk van, jongens, dat is de missie als trainer. Dat wil je. En het voordeel is, wie niet meegaat, kijk je uit. Ja. Hoe selecteer je door? Ik kwam in Gambia terecht in een team dat in 5 jaar niet 1 competitieve wedstrijd gewonnen had. Tussen september 2013, Gambia-Tanzania. En mijn eerste wedstrijd tegen Algerije zat er 5 jaar tussen. Waar niet 1 competitieve wedstrijd geweest is. Terwijl het er wel goede voetballers waren. Mm-hmm. De Moussa Barrows, de Omar Collies, Pamadou Djang, Steve Trawalis, Modu Barrows, Hassan Cisse, Ali Soe, die waren allemaal al in de selectie. Dus ik baseer me op wat er is. En ik ga gewoon heel hard scouten. Eerst en vooral de moderne tijd via internet. Waar je alle spelers kunt vinden op basis van nationaliteit, tweede nationaliteit, geboorteland. Namen dat je weet van een bepaald land. Ik bedoel, als iemand Fernandez heet, dan zal hij wel geen Zweed zijn, zou ik vermoeden. Dus zal hij wel een achtergrond hebben van een of ander land. Voor Gambia heb je de Jallos, de Barrows, de Sanes en nog wel een andere namen. Dus je maakt dat allemaal, brengt dat allemaal in kaart. Je gaat die zoeken. En dan gebruik je de mogelijkheden die je hebt. Je hebt wedstrijden gespeeld. Ik ben begonnen direct met kwalificatie tegen Algerije, 1-1. En dan ga je analyseren van wie deed het goed, waar kunnen we op verbeteren. Mm-hmm. En dan de volgende kamp nodig je. De meerderheid zal altijd dezelfde zijn, maar je nodigt 1, 2, 3 anderen uit. En als je dan een trainingkamp hebt zonder kwalificatiewedstrijden met oefenwedstrijden, dat is de mogelijkheid om meerdere jongens uit te nodigen. In totaal hebben tot nu toe 36 spelers hun debuut gemaakt bij Gambia sinds mijn komst in 4,5 jaar. 36? Wow. En dat is ook de fout die bijvoorbeeld Martinez gemaakt heeft. Martinez heeft begonnen met een elftal wat top was, maar heeft nooit doorgeselecteerd. Heeft nooit gedacht aan de toekomst. Ja. Heeft nooit theater, Trossard en al die jongens. De Nations League was perfect ideaal, geweest om plan B voor te bereiden. Om te zeggen van jongens, jullie zijn oud. Jullie spelen met alle respect bij Antwerpen, bij Anderlecht of zitten op de bank bij Real Madrid of niet. Laat ons gewoon een aantal andere jongens die flashy zijn. Want je ziet dit WK. Het zijn niet
de ouderen, maar het zijn de jongens die speed hebben, die dynamiek hebben, die beweging hebben, die vuur hebben en passie hebben, die het laten zien. En die mannen moet je vinden. En die heb ik dus gezocht, laten spelen. En sommige spelers hebben één wedstrijd gespeeld, nooit meer terug opgeroepen. Mm-hmm. Dat kan tactisch geweest zijn, dat kan persoonlijkheid geweest zijn of niet passen in het systeem. Mm-hmm. En anderen zijn blijven plakken. En nu heb ik zo'n groep van 40, 50 man waar ik weet van, als ik daar iemand van opbel, hij zal altijd erin passen. Ook al heeft hij 2 jaar niet meer geselecteerd geweest. Als hij komt, weet hij exact wat hij moet doen. Ja. Ik denk dat dat voor mij een beetje was. Omdat ik denk, ik gewoon heel veel mensen kijken naar een selectie. En het is meestal van, ah, dan zit je niet best, dan moeten meegaan. En heel veel mensen om het denk ik vergeten. En in dit toernooi zie je dat iets meer. Ja, dat bijvoorbeeld in Spanje heeft heel hard gekozen op hun speelstijl. Ik denk dat België dat uiteindelijk ook een beetje heeft gedaan. Alleen inderdaad, je zegt, het inpassen van jeugd was veel te laat. Maar dat is ja, denk ik, een perceptie dat mensen heel vaak hebben. Dus vandaar dat ik ook dat nu vraag, omdat jij een bondscoach bent, ja. Om te weten hoe dat jij dan elk doorselecteert. Misschien daar nog even bij komen. Je moet nooit de beste spelers selecteren. Je moet het beste elftal selecteren. Ja. Beste spelers win je geen trofeeën mee. Een beste elftal, een team wat aan elkaar wat de balans heeft. Je kan met ik zeg altijd, als je Pirlo wilt hebben, moet je zeker ook Gattuso hebben. Ja. En dat is heel belangrijk. Dus, De opstellingen zijn uit van Frankrijk tegen Engeland. Dus Andy mag die even heel snel overlopen. By the way, kijkers, we hebben de eerste 20 minuten over Marokko en Portugal gesproken. Spoel gewoon terug. Praat nu over Portugal. We hebben al een half uur over gesproken. Spoel gewoon terug. Engeland begint met Pickford. Dat is een dom soms, man. Pickford in de goal, een 4-3-3. Nou, ze maakt mijn hoofd hitte. Hele tijd. Praat. Ja, ik heb verloren. Ik ben toch hier, toch? Oh, wat is jullie probleem? Ben ik weg gaan lopen? Ben ik me verstopt? Ik ben toch hier? Ik heb geaccepteerd. Ik kan niet anders. Dus shut up dan. Dank u. Dicht maar, Handy. Dus, Pickford start in de goal. Speel met 4-3-3. Stones, Maguire als duo. Mm-hmm. Walker rechts, Luke Shaw links. Dawkins. Dan Bellingham, Rice en Henderson. Dawkins. En voorin is Kane als target. King Harry. Saka en Foden. Ah, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. En dan... Ja. We horen hier Frankrijk niet. Ik denk Sava, die opstelling. Frankrijk. Maar is Saka op rechts of links? Maar Saka gaat sowieso op rechts spelen, man. Ja. Nee, hij moet volgens op rechts gooien, man. Saka komt te veel. Saka komt te spelen. Hij moet zo die bal te veel zo centrum aanpakken, man. Dan zie je dat. Hij moet die flank. Frankrijk is het 4-2-3-1 met Loris. Als duo van echter Upamecano en Varane. Dan heb je Hernandez en Koundé. Dan heb je Rabiot en Tchouaméni. Dan heb je als drie eigenlijk Mbappé, Griezmann, Dembélé en Giroud. En elke heel te voorspellen heb je gezien. Dus ja, ik denk dat dat echt wel een leuke wedstrijd wordt. En eerlijk, als ik er nu zo over nadenk, ik weet niet, man, ik gun Frankrijk de winst niet. Dat ze tegen België hebben gewonnen in 2018, ik weet niet, man. Dat is, ik heb altijd zo wat dat gevoel gehad tegen Frankrijk. Kind. Wie heeft dat gezegd? Ja. Hij is een funny man. Wie heeft dat gezet? Ja? Maar ik had getypt in de chat, ze heeft een poll gedaan, is Brian van binnen aan het huilen? Ja, man. Tears, man. Heb je gehuild? Ja, even, man. Vitve. Ben je kans van Ronaldo? Ja, ik heb snel gewend. Zo twee traantjes dan, snap je? Op zich zou ik ben op het einde van de show. Geef me Hagra, alsjeblieft. Nee, geef me Hagra. Weet je waarom? Dat is wat de kijkers willen. Gooi Hagra, alsjeblieft. Maar waarom ze? Nee, alsjeblieft. Nee, maar ze willen dat. Ze willen dat. Ik heb nu gezegd, alsjeblieft. Gilles, gooi Hagra. Maar wacht, na deze. We kunnen niet zeggen, ik ben geen man en zo. Ik ben hier gewoon gebleven. Gilles, gooi Hagra. Ik heb het gevraagd. Gooi Hagra. Kan niet liggen. Gooi Hagra, alsjeblieft. Kan niet liggen. Je hebt vanavond nog een show, hè? Ja, toch het? Nee. Dit is met mijn Alex, hè? Ja, toch het? Gooi Hagra, bro. Ja, je hebt een show vanavond met mij. Toch het, broer. Ik ga hier zijn. Alles goed, alles deze. Super. Deze show, ik ben hier. Volgende show, ik ben er ook. Gooi Hagra. Ik vind het niet erg, man. Ik ga zo beat. Ik kan niet eens naar de match kijken in Engeland. Ik ga gewoon de hele tijd moppen schrijven. Ja, dat is goed. Ik ga 90 minuten lang gewoon jokes schrijven. Maar ik ben... 120 minuten. Mijn probleem is, ik weet, ik praat een beetje te veel. Maar dat een beetje te veel. Maar nee. Maar dat maakt het leuk. Als je verliest, dan maakt het leuk. Ja, uw verlies is altijd leuk. Ja, dan maakt het leuk. Ja, maar nee, als ik win, ik heb recht op spreken. Maar als ik verlies, ik zwijg en ik pak het aan. Ja, of je loopt weg zo in de gang, zoals er straks. Ja, broer. Nee, ik moest even, broer. Ik mijn hoofd was heet en zo. Je weet, ik ben... Ja. Boven snijden, man. Ah, niemand doet Hagra gooien. Alex. Dank je. Ik en Alex hebben straks de zetel. Alex. Ik ben hier, we nemen onze tijd.
Alex, dat is geen vluggertje. De kijkers willen haggeren, alsjeblieft. Ja, maar dat is geen vluggertje. Je moet je tijd ervoor nemen. Er moet voorspel zijn. Je moet je inleiden tot de juiste haggera en zo. Snap je? Goeie haggera, broer. Ik kan dat niet te snel doen. Goeie haggera. Maar ik wil gewoon duidelijk maken dat in de episode van straks. Nee, ik vind niet erg, man. Ja, man. Ik ben wel blij dat Fernando Santos weg is, man. Poef, ja, dat is druk van mijn hart, man. Ik ga een sollicitatie sturen. Mourinho, wat denk je? Nee. Ik wil gewoon u eentje niet coachen, zo Spanje. Ik wil hem. Ik ben zijn naam vergeten, maar ik wil hem. U eentje niet coachen. Want wanneer u eentje niet in Salessa, we spelen bali. Ik heb deze pragmatische bullshit. Ik ben naar Kotsbe. Je hoort het hier, man, Brian. Ja. Is er nog iemand iets toe te voegen? Als er nog een kijkersvraag is, dan mag je die heel snel gooien. Nee? Nee. Oké. Ik was je host Brian van de Wacht. Waar je vandaag met Wassim Habibi. Waar je vandaag met Andy Kissema, die nu uit Sherm is. Waar je vandaag met Gilles Mbeya. En met de bondscoach van Gambia, Tom Saint-Wie. Tom, dank je om te komen. Altijd een plezier om hier te zijn. Ik ga mijn CV doorsturen bij jou. Ik word analist van Gambia. Wij gaan samen naar Portugal. Ja. We beginnen eerst bij Gambia. Ja, nee, niet als T4. T1 en T2 keer altijd schuld. T4 is zo van, hij is een good guy. Hij is gewoon die guy. Yeah. Mag al direct T3 zijn, want ik heb geen T3. Ah, voilà. Perfect. Ah, perfect? Dat is op camera, hè? Dat is op camera. Ik kan die shit doorsturen. Nee, boys, ik wil jullie bedanken. Straks gaan we normaal gezien live om 9:15 voor Engeland tegen Frankrijk. Als de verlenging is, is het normaal gezien een half uur later. Ja, ik heb verloren van Marokko. Marokko, props naar jullie. Ik hoop dat jullie de volgende ronde eruit gaan, maar props naar jullie. Fucking disgunner, man. Fucking disgunner. Hey, ik kan niet liegen. Ik kan niet liegen. Afu, dat is toch vies, man. Marokko heeft gewonnen van Congo. Ik heb ook elke match als eruit liggen. Ik ga eerlijk zijn. Dank u. Zie? Nee. Dat is niet sportief. Na de match van Nicky. Dat is niet sportief. Jean, jij bent nu voor Frankrijk. Ze hebben jou eruit gefilterd, hè? Nee. Ah, voilà. Dat is hetzelfde. Nee, maar bro, maar dat is niet dat. Oh, ik zeg toch props. Ik zeg props. Ik zeg goed gedaan. Ja, maar je hoopt. Ik hoop. Hoop jij dat? Hoofdletter H. Ik hoop. H-O-O-P. Dat zie je. Jij hoopt ook op de tegenstander. Ja, jij hoopt ook. Dat is anders, omdat hij is verloren. Jij bent toch verloren van Frankrijk? Situatie, bro. Gilles, je weet zelf, bro. Gilles, je weet zelf. Goalpost. Nee, maar bro, maar ik zeg je eerlijk, bro. Deze goal is al 7 meter naar de zijkant verschoven. Die staan naast de cornervlag, hè? Nee, maar bro, Brian. Nee, man. Wat? Nee, bro. Dat is echt slecht te verliezen, man. Zo kan niet zijn, man, bro. Maar ben je bij Afrikaan of niet? Ja. Maar dan moet je toch Afrika gunnen? Nee, we gaan dit niet doen. Moet je dit doen op camera? Ja, tuurlijk. Ben je zeker? Tom, eerlijk. Ben je zeker dat je dit doet op camera? Ik zou het geweldig vinden als Marokko weer. Ah, dankjewel. Ja, maar Afrika, broer. Maar ben je zeker, broer? Maar zo kan je niet zijn. Moet ik hem zeggen? Moet ik hem zeggen, broer? Moet ik hem zeggen? Je bent Afrikaan. Broer, dit is opgegroeid. Ik ben opgegroeid in Londen. Nee. Waar dan? Je bent opgegroeid in luchtbal en Kiel, hè? Ja, luchtbal, oké. Als ik eerlijk moet zijn, moet ik eerlijk zijn of niet? Maar broer, ben je Afrikaan of niet? Broer, moet ik eerlijk zijn of niet? Ik heb meer racisme ervaren van Mokros dan van iemand anders. Hey, dit was. Dankjewel voor het kijken naar de WK-show van Koekasport. Ik ga jou aan camera doen. En nu gaan we aan camera doen. Jij wil aan camera doen. Nee, maar bro, zo kan je niet zijn. Nee.